Oh, Boston. Dat is het beest van gisteren weer. Ja. Oh, nee, het is de same motherfucker. Nou, nah. Nah, zijn broer, denk ik. Nou, gaat wel heel snel, geeft hij op, moet ik zeggen. Ja, hij is ook een beetje heb een passievis. Ja, dat hoor niet. Nee, je moet gewoon die haken. Even die emmer eronder. Ja, maar wil je hem houden? Mee naar huis nemen? Of hem minimaal uit het water halen, toch? Wat? Je moet hem toch minimaal even uit het water halen? Ja, wil jij hem vasthouden? Kunnen we hem uitscheppen nu? Wat? Kunnen we hem altijd uitscheppen met dat ding? Met dat, ja, maar dat blijft hij in zitten. Nee man, dat breekt hij door midden. Het past echt niet in die emmer, hè? Tjonge. Ja, doe je ding. You want it? For breakfast? Ah. Can we eat it? Yes, you can. Yeah, no, well, I should. Dat is niet. Vigie. Nou, waar gaat ze? Nou, ik moet de haakje uit zijn bek halen. Ik denk dat ik even ga stoppen met filmen. Beste kijkbuis kindertjes. En wat is het, Giel? Nou, zo'n grote joekelvis. Grote joekelvis? Ach, dat shit. Ja, ken je het niet. Dat is nooit bekend. Hoe heet die jongen ook alweer die nooit vissen vangt? En die nooit gelooft dat wij dat vissen vangen? Hoe heet ook alweer iets met een... De grote joekelvissen vangen, toch? Nee, degene die nooit iets vangt, maar altijd een grote bek heeft hierover. Hoe heet die jongen ook alweer, die nu in Arnhem zit? Niet ik. Oh, Quint. Ja, Quint. Quint heet hij, ja. Oh, Quint. Ja, die is echt nooit iets... Quint heet hij. Quint kan echt nooit iets vangen. Nee. Wat? Ja. Nee, niet doen, dan krijg je problemen met mijn modellenbureau. Oh ja, shit, nee, dat is goed. Oké. Okay. Hoe groot zou die zijn? Ja, net zo groot als mijn lul ongeveer.